Ik durf niet, want ik wil niet in beeld komen. Niet het idee dat ik überhaupt zou winnen of überhaupt naar de live show zou gaan. Valt deze nog te redden, denk je? Vandaag maandag en ik ga even lekker ontbijten. Ik dacht eerst ik ga gelijk mijn vlog verder editen, maar ik had hem al een deel geëdit en ik moet ook eventjes gewoon leren om eerst rustig te ontbijten en dan aan de slag te gaan. En niet tijdens je ontbijten aan de slag gaan, dat is niet goed. Zo, ik heb even vanille-yoghurt met banaan gemixt, dus ik heb een soort smoothie. En dan ga ik zo meteen lekker sporten. Ik heb er wel zin in, het is ook lekker weer, het is waarschijnlijk super koud. En ik ga misschien vanavond nog even hardlopen met Stef, dat leek me leuk om samen te doen. Maar we gaan even kijken, want als het echt heel koud is, is dat niet echt heel chill om te doen. Maar, even kijken. Ik vind het echt vet lekker altijd. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Als ik wat ga filmen bij Health Center, dan doe ik dat wel met mijn telefoon. Is dit zo'n auto die... wacht even, ik durf niet, want ik wil niet in beeld komen. Is dit zo'n auto dat Google dinges filmt? Oh, kak, ja. Zie je dat? Als ik nu in beeld ga staan, dan sta ik op Google Maps. Street View. Waar is die? Oh, kijk. Zo, ik heb even lekker veel geëdit. En ik ga nu naar een sportschool. Dus ik vul even een flesje water. Ik doe even een sweater aan. En dan ga ik. Ik hoor dat het overal vet koud is. Of ja, overal. Ik hoor dat het vet koud is. Dus we doen even een dikke cel om. En dan zullen we erop. Waar is mijn sweater? Oh, mijn jas. Doei. Oké, okay, als je mijn zagrijnig wil krijgen, een upload op YouTube. Ja, wil niet uploaden, zeg maar. Dus. Het duurt echt al super lang. Ik wil hem half even online hebben. Het is nu 5:07. Maar ik hoop dat hij zometeen gewoon klaar is. Ik ga nu even mijn haar een beetje opremmen. Because it's a teringbende. En dan spreek ik dus jou weer. Valt deze nog te redden, denk je? Ik heb hem van Stef gekregen, maar ik ben gewoon heel slecht in planten en bloemen en dingen levend houden. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben nu mijn nagels aan het lakken. Ik heb me al aangekleed en make-up gedaan, want ik heb over een uurtje moet ik naar Lelystad. Dan heb ik daar een interview met Omroep Flevoland. Het was even een gezeik met mijn outfit uitkiezen. Maar ik heb hem gekozen. Het is deze outfit geworden. Deze broek. Die heeft hier van die verfspetters. Dit shirtje en dit jasje. Gewoon een beetje casual. Oh. Gewoon een beetje casual. Dat leek me gewoon leuk om het niet helemaal over de top te doen. Want het is nog steeds gewoon radio. Of nee, ik kom ook op tv volgens mij. Maar ja. Kijk, bij de Kids tot 20 of zo pak je vaak meer uit. Maar nu niet echt. Wat ik ook helemaal niet erg vind. Even kijken hoor. Nu ga ik nog even een aflevering kijken van de leugendetector. Omdat ik dat heel erg leuk vind. En ik ben even nagels aan het afhalen. Omdat ik nieuwe nagels op ga doen. Dus dat is even de planning. Dus dat ga ik nu doen. En dan heb ik me eigenlijk al helemaal klaargemaakt. Make-up zit erop. Even kijken of ik het mooi vind. Ik denk het wel. Oh, mijn wangen zijn een beetje raar. Dan moet ik even fixen. Ja, ik kan wel nu kijken wat de trending is. En als... ja, we zijn er. Deze, ja, moet je even kijken of je nou 14. Maar wacht, maar even een paar mensen gaan. Hier is je. Het is het andere bevel, hè? Ja. Ja. Mijn naam is Julian Marijnis en ik vraag me af waarom. Mochten wij dat eigenlijk? Ja, dat mogen we stemmen. Ja, Julian. Ja, maar volgens mij is het langer dan 2 jaar geleden. Ik heb het eerst aan 2014, Junior Songfestival. Ja. Dat is 4 jaar geleden al. Ja. Oh, dat is 4 jaar. Ja. En zo, en er waren heel veel mensen die al helemaal een best wel geproduceerde plaat hadden. En ik kwam daar met mijn piano aan.
En toen, ik had ook niet het idee dat ik überhaupt zou winnen of überhaupt naar de live show zou gaan. En toen won ik het toch echt leuk. Goedemorgen, ik film het heel veel met mijn telefoon. Maar outfitje of the day, I love it. Dus... ik ga wat drinken en ik ga wat drinken met Hanse Thomas. En die kennen jullie misschien wel. Ik heb daar heel vaak mee opgenomen. Het is een van mijn producers van Around. Ik heb hem super lang niet gezien. Dus dat is gezellig. En ik zit zo even in de bus met Stef, die moet naar school. Zo, camera weer gepakt. Ik weet niet hoe lang ik niet volhoud vandaag. Ik doe nog even deo op en dan ga ik naar Stef fietsen. En dan gaan we dan samen de bus pakken. Zo. Ik heb echt haast en ik weet dus niet of dit te warm is, maar... wij zitten buiten. Want het is best lekker weer. Lekker. Lekker. Ja, mijn half hoofd is erop. Doe een, weer onderuit gezakt zitten. Nieuws gemaakt, hebben we weer Epic Girl te posten. Ja? Mag die posten? Ja. We've got food. Brie en pesto en salami. Lekker, lekker. Klim erin. Doe. Ja, sorry. Yo, dat is jouw formaat. Oh. Sorry. Kijk dan. Sorry. Ga erin. Hey man. Doe het. Joe. Doe. Jij bent echt niet braaf. Doe nou. Wat was dat? Doe nog eens. Joe. Julia. Joe. We moeten de bus halen misschien zo. Zo, niet te dichtbij komen hoor. Ik ben weer terug van de van Harderwijk, uit Harderwijk. En wij gaan nu sporten. Oh, ik film je echt verkeerd. En daarna gaan we een even zwemmen. Dus. Ja. Niet grappig. Laka, wat gaan we trainen? Chest. Chest day. Neem mijn camera niet mee, of wel? Nee. Nee. Goedemorgen. Wat zit je, charmant? Goedemorgen. Wij gaan even naar het gemeentehuis. Ik weeg mijn handen daar. Want Stef moet even zijn idee doen en ik moet even wat halen in het dorp. En ik heb net gedoucht, dus mijn haar is nog nat, maar we moeten even gaan, want anders gaat hij dicht. Yes. En het is vandaag donderdag. Gisteren zaten we dus in Harderwijk. En toen hadden we deze tosti met salami, brie en pesto. En nu hebben we het zelf gemaakt. Echt super lekker. En we zijn net even naar het dorp geweest. En nu gaan we Temptation Island alvast kijken. Want wij kijken het altijd vooruit. We zijn nu bij aflevering 10, denk ik. Ik heb net een interview met Tina tijdschrift gehad. En dat komt... rond moederdag in de Tina. En nu ga ik even eten maken. Een wrap met kipswarmen en sla. En dan heb ik weer een interview met Evelyn Kids Radio. Dus dat is leuk. En dan heb ik dansen. Het is wel een drukke avond. Look at us food. Our food. Lekker, lekker. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En ik ga naar Druk met Print in Zeewolde. Dan ga ik eventjes mijn nieuwe signeerkaartje halen. We hebben nu formaat A5 gedaan in plaats van A6. Dus dat is iets groter. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Want het is eigenlijk helemaal nieuw. Het is helemaal nieuw ontwerp. Ik heb dit aan. Ander t-shirtje dan laatst. Maar wel een beetje dezelfde outfit. Ik wist gewoon even niet wat ik aan moest doen. En dit lag op de grond in mijn kamer. Behalve deze, dit zat in mijn kast. Daarna ga ik een beetje mijn kamer opruimen en moet ik nog wat opnemen voor Carmen. En om 2 uur ga ik wat drinken met Rosa. En om 5 uur ga ik naar de sportschool. Dus ja. Eerst even de kaartjes ophalen en ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Het is super dichtbij, ik neem jullie niet mee. Maar ik laat het thuis even zien. Ik ben weer thuis en de kaartjes zijn echt vet mooi geworden. Ik zal ze even laten zien en ik moet gelijk even alvast een deel gaan signeren voor morgen. Kijk. Super mooi. Ik vind het echt cool. Ik ga nu even signeren.
lippenstift op. En ik vind het niet zo mooi. Dus ik ga het zo meteen afhalen. Maar ik ga zo even lekker lunchen. Want ik heb alles eigenlijk gedaan wat ik vandaag moest doen. Dat is echt heel chill. Ik heb echt een productief dagje gehad. Ik neem mijn laptop lekker mee naar beneden. En mijn oplader ligt denk ik nog beneden. Zo, ik heb mijn kamer weer een beetje netjes gemaakt. En ik ga vandaag... Oh ja, mijn inners moet ik even een beetje schoonmaken. Dat zijn die oortjes waarmee ik optreed. En ik ga nu een tosti maken met brie, salami en pesto. Want we hadden nog een beetje brie over. Dus dat is echt super lekker. Om 2 uur ga ik dus wat drinken met Rosa. En ik heb echt super veel honger. Maar ik heb gewoon alles gedaan wat ik moest doen. Dus dat is chill. Oh ja, ik moet de vaatwas nog even doen. Yes. Hey, ik heb wat eerder met Rosa afgesproken. Want ik wil ook nog even sporten vandaag. En als ik s'avonds ga sporten, komt dat er echt niet van. Dus ik heb om 1:15 afgesproken. Het is nu 1 afgesproken. Het is nu 1:05. En ik ga nu naar het dorp. En dan ga ik even koffie met de drinken. Ik heb haar nog niet gezien, dus dat is echt gezellig. Ach, ben moe. Hey, ik film weer eventjes met mijn telefoon. Want mijn camera ligt beneden en hij ligt op de lader. Het is nu vrijdagavond en ik heb net gesport. Leg day gehad. Ik ben echt dood. Ik ga nu nog even nagelslakken. Ik ben gewoon even thuis tv kijken. Stefens bij vrienden. Dus ik ga gewoon lekker op tijd slapen. Morgen film ik lekker veel in Toverland. Ik weet dat ik deze week niet heel erg veel heb gevlogd, maar... ik heb niet altijd super veel te doen. Volgende week lekker veel te doen, want dan heb ik Club Hub. En een interview bij Mijn Magazine en Girls. Dus dat is leuk. Ik vergeet hier al helemaal in de camera te kijken. Maar ik ga dus nu gewoon even mijn nagellak pakken. Hij lag wel op dus. Ik ga even mijn nagels bijwerken en ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Goedemorgen, we zitten in de auto naar Severum. We gaan nu rijden. Severum. Oh, oké. Okay. Want we gaan naar Toverland en daar ga ik optreden met het Junior Song Festival. Nu heb ik dit nog aan, dus mijn koeket, deze niet. En deze is voor koeket. En zometeen doe ik die sweater uit. En Stefan is mee. En Pam moet ook. En de danseres komen daar ook heen. Ik ben blij voor jij verbaasd.
Er zijn een tweeling. Weet je dan of ik het heb? Milena en Rosanne! Mag ik een heel hard applaus voor Milena en Rosanne. Hey, you. You. Thuis en we gaan lekker, we hebben lekker tortillas gemaakt met vlees en zo, dus die gaan we nu lekker op eten. Oh. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en Stef heeft hier lekker geslapen. Hij is nu even weg. Ik kom zo terug. En ik ben aan het ontbijten. En iemand hier wel aandacht. Wat is er? Ik ben lekker een ijsje aan het bakken. Ik kook op de week.